Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. Erfgoedonderzoeker Hilde Verboven en archeoloog Erwin Meilemans praten tussen pot en pint met specialisten over een van de meest tot de verbeelding sprekende periodes uit de geschiedenis, de Dark Ages. Vandaag aan de toog, archeologen Rika Anaert en Ewout de Schepper. Funeraire maaltijden boven te graven moesten verboden worden. Huizen waar de mensen en het vee samen in leefden. 1 schaap of 1 geit of zo. En zeker 8 tot 10 koeien, zoals in de kustregio. De heilige moet ook uit een graf afkomstig zijn. Dus men heeft daar graven voor heropend. In deze aflevering gaan we op zoek naar de dagelijkse gewoontes van de vroege middeleeuwers uit Bruchem. Hoe leefden ze? Hoe woonden ze? Wat aten ze? Hoe eerden ze hun doden? We gaan naar de rijken van de doden en de levenden en doen een poging om in het hoofd van de vroegmiddeleeuwse voorgangers te kruipen. Waren het woeste krijgers of toch eerder cultureel verfijnde boeren? Je hoort het hier aan de Archeotoog. Welkom allemaal aan de Archeotoog. Ik ben Hilde Verboven. En ik ben Erwin Meijlemans en we zijn vandaag weer te gast in het café van de heemkundiging De Zemse in Zemst. Niet alleen een charmant café, maar ook een mooi klein museum met een mooie collectie. Om dan nog eens in de wereld van de donkere middeleeuwen te duiken. En deze keer is het effectief iets donkerder dan anders. Want om zo dicht mogelijk bij die mensen te komen en te weten hoe zij leefden, moeten we, vreemd genoeg, kijken naar hoe ze hun doden begroeven. Mensen leven en gaan vervolgens dood, dat is altijd zo geweest, maar dat ging doorheen de geschiedenis natuurlijk niet altijd op dezelfde manier. Voor archeologen zijn de sporen van nederzettingen, huizen en grafvelden een interessante bron van informatie over die levenswijze van mensen waar we anders eigenlijk weinig over terugvinden. Hoe zit dat in onze regio, in die vroege middeleeuwen? En hiervoor neemt Rika Anaert ons mee naar de opgraving van het vroege middeleeuwse grafveld van Bruchem en de wonderwereld van de Merovingische grafrituelen. En met Ewout de Schepper nemen we een kijkje in de huizen van die mensen en hoe ze wonen. Inderdaad, welkom Rika en Ewout. Rika, je was tot voor kort een collega van ons bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Nu op pensioen, waarvoor ja. Proficiat. Dus, ja. En jij doctoreerde in 2022, nog eens proficiat, aan de Universiteit van Leiden met als onderwerp de periode van de 4e tot de 8e eeuw in de zogenaamde Pagus Renensis. Een gebied vooral in de Antwerpse Kempen? Dat klopt, ja. En ik ben ook meestal actief geweest in de Antwerpse Kempen. En toen ik dan de gelegenheid kreeg om Merovingisch grafveld op te graven, wat dan natuurlijk een droom is voor elke archeoloog, denk ik, dan kreeg ik goesting om daar rond verder te werken. En vandaar dat er dan een doctoraat uit is gevolgd. Ewout de Schepper, jij werkt aan de Universiteit van Gent en maakte, ik denk, 2 jaar geleden, in 2022 ook, een doctoraat met als onderwerp de huizenbouw en woonplaatsen in de vroege middeleeuwen in Noord-Francia. Dus ruwweg Vlaanderen, ten westen van de Schelde, dus pakweg de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Ja, klopt, inderdaad. De vroege middeleeuwen duurden bij mij wel iets langer. Ik heb gekeken naar de periode van 450 tot 1000 na Christus, ongeveer. En inderdaad vooral gefocust op de huizenbouw, hoe de nederzettingen eruit zagen, welke functies die nederzettingen hadden, hè, welke activiteiten daar plaatsvonden en zo. En daarnaast heb ik ook nog met 2 collega's, Christophe van het Agentschap Onroerend Erfgoed en Elliot, ook een doctoraatstudent aan de UGent, gekeken naar de demografie, dus eigenlijk de bevolkingsomvang in die regio en hoe die evolueerde doorheen de tijd. Misschien moeten we nog kort even jullie onderzoek nog wat nader voorstellen. Rika, je vermeldt al die opgraving van Bruchem. Dat is een spectaculair grafveld, een spectaculaire opgraving, uniek in Vlaanderen. Ja, ruimer dan Vlaanderen ook. Kan je kort even toelichten wat de aanleiding was, wat er eigenlijk allemaal gevonden is, de resultaten? De aanleiding was eigenlijk de vondst van 2 kleine potjes die volledig intact waren toen de eigenaar van de grond een waterput stak voor zijn schapen die daar op de wei stonden. En we hebben dan een klein proefsleufje gemaakt en dan bleek al direct dat er een grafveld aanwezig was. Dus een graf tekende zich af met nog wat extra vondsten.
En we voelden ook dat een eigenaar van terrein een beetje nieuwsgierig was en zelf al is beginnen graven. En dan kwam ook de gelegenheid om echt een opgraving te doen, omdat het perceel in kwestie bedoeld was voor een bouw van een stal, een papegaaienstal. Dus dat maakt de opgraving nog specialer eigenlijk. De opgraving vond dus eigenlijk plaats midden in een woonwijk, achter de huizen, in de tuinen van de mensen. Dus, want we hebben dan niet alleen gegraven bij die persoon in kwestie, maar ook bij de buren die dan ook een nieuwe tuin wilden aanleggen. En aan de overkant, de andere buren, waar ook nog een braakliggend stuk was en die het terrein wouden verkavelen. En zo zijn we dan uiteindelijk erin geslaagd om... Dus echt in stukken en brokken eigenlijk? Ja, in stukjes en brokjes. Dus vandaar dat de opgraving ook wel wat geduurd heeft. Van, we zijn begonnen in 2001 en uiteindelijk gestopt in 2010. Maar dat is niet continu gegaan, dus dat is echt met stukken. Dus eigenlijk in twee grote campagnes. We hebben dan een totale oppervlakte kunnen onderzoeken van 6.550 vierkante meter. En in die zone tekenden zich 513 graven af. Waaronder 438 kistbegravingen van mensen die in een kist zijn bijgezet, dus lijkbegravingen eigenlijk, maar ook 3 paardengraven en 75 crematiegraven. Dus graven van mensen waarvan de verbrande resten zijn bijgezet in kleine kuiltjes. En de datering van het grafveld loopt van de 5e tot de 7e eeuw. Het gaat dus eigenlijk over een zone met allemaal rechthoekige vlekken in de grond, donkere vlekken in de grond. Van de skeletten was niks meer bewaard. Want in die zandbodem blijft geen organisch materiaal bewaard, helaas voor de archeologen. En heel interessant is natuurlijk, iedereen weet dat een vroeg middeleeuws grafveld, dat er wel veel vondsten mee gemoeid zijn. Dus een heel groot deel van die graven had ook heel veel bijgaven in de kuilen. En het zijn juist die bijgaven en ook de structuur van de graven, hoe zijn die graven opgebouwd, waaruit bestaan die, dat ons heel wat meer heeft verteld over de mensen. Ja. Rijk van de levenden eigenlijk. Ja, je vermeldde al dat er wel spectaculaire bijvondsten bij waren. Daar komen we straks nog op terug. Mm-hmm. Exotische objecten, zelfs gouden objecten. Die collectie is eigenlijk ook als topstuk in Vlaanderen geclasseerd. Mm-hmm. Sowieso om een vondst als topstuk te laten beschermen. Die vondsten moeten aan een aantal criteria voldoen. Archeologische verspreking beschermen. Dus die criteria dus zijn dan vooral zeldzaam, uniek en onmisbaar, denk ik dat het was. En zeldzaam, zo'n groot grafveld in één keer opgegraven, dat was voor onze regio's dus toch wel heel nieuw. Ook een beetje uniek, omdat de vorige vondsten, de vorige opgravingen van die andere grafvelden in Vlaanderen zijn gebeurd in... ofwel de 19e eeuw, ofwel het begin van de 20e eeuw. Dat was stikkels meer schattengraven eigenlijk. Ja, dus dan kwam er veel meer aandacht naar de objecten zelf en niet naar de structuur van de graven, terwijl wij nu heel veel aandacht hebben besteed aan ook het onderzoek achteraf, dus het interdisciplinair onderzoek. En dat maakt de vondsten eigenlijk ook uniek. En vandaar die opname in de topstukkenlijst. Ja. En Ewout, jij keek dan vooral naar woonplaatsen en huizen uit vroege middeleeuwen. Die zijn archeologisch minder goed gekend dan de grafvelden, denk ik toch? En ook moeilijker te herkennen en te vatten, klopt dat? Is dat ook jouw ondervinding? Ja en nee. Het is zo dat de nederzettingen eigenlijk een veel kortere onderzoeksgeschiedenis kennen dan de grafvelden. Hè. Zoals Rick al zei, die grafvelden kennen we al sinds de 19e eeuw. En daarentegen, de nederzettingen kennen we eigenlijk pas, toch wat betreft voor die regio ten westen van de Schelde, pas sinds de jaren 70 was de eerste opgraving van een nederzetting in Kerkhoven. Dat was eigenlijk ook een beetje bijvangst bij een Romeinse villa en een Romeins complex dat daar werd opgegraven. En het is eigenlijk pas sinds de jaren 80 dat men in de kustregio, in de regio tussen Brugge en Oudenburg vooral dan, dat men dan heel veel nederzettingen zal aantreffen. Dat is het werk van Jan Holvoet, eigenlijk die bijna op zichzelf die vroegmiddeleeuwse nederzettingsarcheologie heeft uitgebouwd. En dan als we nog wat dichter komen, is het met de ontwikkeling van de preventieve archeologie zoals we die nu kennen, dat was het ingebouwd in de wetgeving, sinds 2005 eigenlijk, dat er heel veel nederzettingen worden ontdekt, ook weg van die... Maar heel veel is er nog altijd wel relatief.
Ja, heel veel. Ja, inderdaad. Ja. Over welke aantallen spreken dan ongeveer? Voor die periode van 450 tot 1000 had ik zo'n 80-tal nederzettingen. Maar ook dus, huisplattegronden. Huisplattegronden waren er dan 170. Ja. En wat een beetje jammer was, tijdens mijn doctoraat werd er heel veel gevonden. Er kwamen er bijna elke maand, bij wijze van spreken, een nieuwe nederzetting aan te leggen. Dus dat je dat jaar altijd bezig geweest met je doctoraat? Ja, dat is perfect mogelijk. Ja. Ja. We praten over huizen, hè, want we wilden een beeld krijgen van die huizen. Wat de archeologen opgraven zijn dan vlekken in de grond eigenlijk, verkleuren. Ja. En dat ze die dan doorsnitten, zijn dat dan grotere vlekken in de grond die dan verticaal gaan uiteindelijk. Dus dat is een beetje waar we mee moeten werken uiteindelijk. Ook heel weinig materiële cultuur, maar weten we eigenlijk iets over hoe dat die boerderijen eruit zagen? Ja, het enige dat we inderdaad terugvinden is eigenlijk de fundering van de woningen toen en van andere structuren ook. Omdat het loopniveau toen, 1500 jaar geleden, ongeveer even hoog zal gelegen hebben als nu. Dus door ploegen en zo sindsdien is dat loopniveau van toen eigenlijk helemaal vernield. En dan vinden we dus enkel de diepst ingegraven delen terug. En dat zijn dan inderdaad palen, vaak, meestal enkel de palen, die het dak droegen. Dus in de vallei van Leie, Schelde, Dender zijn dat dan vaak redelijk kleine constructies eigenlijk. 6 tot 8 palen, 5 op 10 meter groot. Kleine boerderijtjes eigenlijk. Kleine boerderijtjes, ja, die daar die een huis vormden. In de kustregio is het dan iets anders. En dan opnieuw vooral in die regio tussen Brugge en Oudenburg, daar had men echt de gewoonte om met funderingsgreppels te werken. Dus men groef eerst een klein greppeltje uit en daar plaatste men dan opnieuw die palen in die het dak moesten dragen, maar ook de wand werd daar dan in geplaatst. En de huizen daar zijn een stuk groter, die kunnen 15 tot uitzonderlijk 25 meter lang worden. En daar gaat het dan echt om woonstalhuizen, noemen we dat. Dus dat zijn huizen waar de mensen en het vee, koeien of schapen waarschijnlijk dan, samen in leefden. Terwijl in het binnenland, die huizen zijn dus, zoals ik zei, een stuk kleiner. Als er daar al dieren in stonden, zal het maar 1 schaap of 1 geit of zo geweest zijn. En zeker geen 8 tot 10 koeien, zoals dat in de kustregio mogelijk wel het geval was. Ja. En kunnen wij ons een beeld vormen van, als we zo'n huis binnengaan, wat er daar in te zien was? Meubels, decoratie? Dat is moeilijk, maar er zijn er wel een aantal ideeën over. Een groot deel van de huizen was eenbeukig. En daarmee bedoelen we dat er geen palen in de binnenruimte stonden. Dat was een soort van één ruimte. Maar die ruimte was wel nog onderverdeeld in verschillende kamers waarschijnlijk. En zeker opnieuw in die regio tussen Brugge en Oudenburg zien we vaak een indeling van die gebouwen, van die boerderijen, in 2, 3 of 4 delen. Soorten binnenkamers dan? Of? Nee, meer die lagen in elkaars verlengde. Dus centraal had je dan waarschijnlijk de leefruimte, waar men ook kookte en sliep. Dan aan één zijde de stal. Die had vaak een aparte toegang ook voor de dieren. En dan aan het andere uiteinde van het huis nog een aparte ruimte waarvan we de betekenis eigenlijk niet zo goed weten. Het was misschien een opslagplaats of een werkruimte of had verschillende functies. In het binnenland heb je dan die valleien van Leie, Schelde en Dender. Daar heb je wel sommige huizen die 2 of 3-beukig zijn. Dus daar staan palen in de binnenruimte. En zeker voor de kleinste woningen, soms moet daar wel echt een soort van overweldiging geweest zijn van houten palen in die binnenruimte. Ja, een soort van beklemd gevoel misschien niet, maar toch veel palen die in dat huis stonden. Ja. Ik hoor u houten palen vernoemen. Ik neem aan dat die huizen vooral uit organische materialen, natuurlijke materialen waren opgetrokken. Hout, eventueel nog andere, strooien daken, moet ik mij dat zo voorstellen? Ja, de dragende structuur van het dak en zo was zeker in hout. De wanden waarschijnlijk ook. Soms zijn er aanwijzingen dat men planken naast elkaar plaatste, maar meestal zal het gegaan zijn om leem of klei dat men vermengde met stro of andere grassen. Bepleistering tegen de wanden. Inderdaad, als bepleistering. Ja. Ja. En het dak was waarschijnlijk ook in hout, houten dakpannen. Of
En dat is iets waar ik nog altijd over nadenk, iets dat ik nog altijd moeilijk kan beantwoorden, is dat we op verschillende opgravingen fragmenten vinden van dakpannen in gebakken klei, naar Romeins model. Ja. Dus, of recuperatie van mensen. Inderdaad, dat is één vraag. Ja. Zijn het origineel? Allee, hebben ze ze zelf gemaakt of hebben ze ze van een verlaten Romeinse sites gaan halen? En dan de tweede vraag, waarvoor hebben ze die gebruikt? Lagen die effectief op het dak of had dat toch een andere... Zie je dat ook wel een beetje gek, want ze moeten eigenlijk nog wel in de leemsteek bijvoorbeeld, moeten ze nog wel de rest van die Romeinse villa's hebben zien staan. En toch beslissen ze van, dat gaan we niet meer doen, want we gaan nu terug houten huizen bouwen. Terug in hout bouwen, ja. Dan omdat ze die toever van die kleins ook niet meer konden regelen waarschijnlijk. Want alles wel voorzienende... Misschien, ja, dat kan er wel mee te maken hebben dat men niet meer zo eenvoudig aan grote hoeveelheden natuursteen kwam. Het kan ook te maken hebben met bepaalde kennis of zo. Maar allee, moesten we die verklaring gebruiken, hè, dat men de kennis niet meer had, dan denk ik dat we die mensen onderschatten. Ja. Ik denk dat het eerder te maken heeft met een doelbewuste keuze om in hout... Ja. Misschien economisch... Economisch of echt zich verbonden voelen met dat... Allee, dat klinkt misschien wel zweverig of zo. Dat begon straks nog heel zweverig worden, dus op zich. Ja. Maar toch, ja, een soort verbondenheid met die natuur en daar ook in willen wonen, ja. Nu, wat mij echt wel opvalt, dat is niet alleen hoe klein die huizen zijn, maar toch vooral ook hoe klein een nederzetting is. Hè? Je spreekt dan, je hebt het er straks al even aangehaald, gewoon één of twee huizen, dat is dan een nederzetting. Je kunt het eigenlijk zelfs niet eens dorpen noemen in die periode. Nee, zeker geen dorpen, inderdaad. En voor een dorp verwachten we dan toch een soort van centrale plaats, een kerk of een plein of zoiets. Dat lijkt niet echt aanwezig geweest te zijn. Zeker opnieuw in die riviervalleien in het binnenland gaat het om heel kleine nederzettingen. Eén of twee huizen waar dan telkens 5 of 6 mensen maximum in woonden. Dus dat zijn kleine groepjes eigenlijk. Echt families. Ja, kernfamilies noemen we dat dan. Ouders en 2 kinderen, misschien nog iemand, een familielid dat in woonde. En in de regio Brugge-Oudenburg, dus in die kustregio, gaat het eigenlijk om dezelfde aantallen mensen waarschijnlijk die in zo'n één huis woonden. Maar daar had je ook, naast individuele boerderijen, had je ook enkele grotere nederzettingen, zo lijkt het, waar men met 3 tot 4 gezinnen eigenlijk samen woonde. Maar ook niet veel meer dan dat. Ja. Blijft heel kleinschalig, hè? Ja, want die landelijke woning is inderdaad kleinschalig, ja. Nu, dat bewoning op het platteland heel verspreid eigenlijk is en ook kleinschalig is, laat het ons zomaar noemen, dat heeft wel waarschijnlijk te maken met de beperkte bevolkingsdichtheid op het platteland. Zeker die 5e eeuw is heel dun bevolkt, zal ik maar noemen. Die 5e eeuw is moeilijk te vatten. Daarna wordt het wel wat makkelijker. En wat blijkt, is dat men op het einde van die 5e eeuw en in die 6e eeuw dat er eigenlijk niet zoveel sprake is van verspreiding op regionaal niveau. Eerder zien we een aantal clusters waar mensen toch dichter bij elkaar woonden. Opnieuw is die regio Brugge-Oudenburg, daar woonden ze echt heel dicht op elkaar, langs een Romeinse, of zelfs een ijzertijdweg die in gebruik bleef. Zo'n andere kernregio is het Gentse en de Scheldevallei naar Oudenaarde en die Dender. Dus toch geënt op een aantal, laten we zeggen, waterwegen en hoofdwegen. Waterwegen en Romeinse wegen. Dat is ook heel duidelijk dat men die Romeinse wegen echt nog had. Ja. Dat men daar langs gaat wonen. En is de Pagus Renensis dan, want dat jouw studiegebied is ook zo'n kernregio? Ja, dat is ook zo'n kernregio die ook al wel danig bewoond was in de Romeinse periode. Mm. Dus men blijft echt ook in de buurt van die oude kernen wonen, hebben wij de indruk. Maar juist zoals Ewout zegt, het gaat ook maar om heel kleine gemeenschappen van een paar boerderijen die toch wel tamelijk van elkaar verspreid liggen. En zo'n grafveld van Broegem dan, want dat er liggen dan meer dan 500 graven, dat je spreidt over verschillende eeuwen natuurlijk. Ja. Is dat dan een grafveld die gebruikt wordt door verschillende van die boerderijen waarschijnlijk? Ja. Of? Die grafvelden uit de 5e tot midden 7e eeuw noemen we centrale begraafplaatsen, omdat ze gebruikt zijn door verschillende van die boerderijen die in de buurt wonen, gevestigd waren. Maar wat Broegem betreft hebben we eigenlijk geen idee waar die boerderijen zich zouden kunnen bevinden, want we hebben daar niet direct omdat die ook waarschijnlijk verspreid door het landschap... Ja,
Klopt. Ja. Dus we denken, ja, er zijn in totaal 513 graven en verspreid over 250 jaar. Geeft dat ook niet zoveel mensen per boerderij. Dus inderdaad, zo'n 8 mensen, maximum 10. Ja, dus het lijkt wel zijn. Een spectaculair grafveld, maar het betekent eigenlijk qua bevolkingsdichtheid niet echt inderdaad, zo ongelooflijk veel, veel mensen. En is dat qua demografie dan zo'n beetje ook een reflectie van dat soort maatschappij? Ja, we zien in Broegem de oudste graven, volgens mij, want er zaten geen grafgiften in, dateren al van de eerste helft van de 5e eeuw, maar dat zijn er maar een stuk of 3. Die hebben ook een andere oriëntering, totaal geen grafgiften, wat dat ook typisch was voor die periode. En dan zien we een stilletjes aan, telkens een toename naar gelang de periode, het grafveld evolueert. Dus de meeste graven dateren dan uit de 6e eeuw en dan in de 7e eeuw zien we dan een verdere evolutie en dan zien we ook een verschil in de sociale aspecten van het grafveld. Dus dat zijn ook veel grotere en veel diepere grafkuilen en raar genoeg dus met ook minder vondsten. Dus de rijkste vondsten komen uit de graven van de 6e eeuw. Maar dan in die 7e eeuw blijkt dat het aspect bodem en grond toch wel belangrijker waren dan de roerende voorwerpen eigenlijk. Is het eigenlijk ook geweten in wat voor een samenleving die mensen leefden, die kleine boerengemeenschapjes, nederzettingen? Je verwees even naar het sociaal aspect dat je ziet op die begraafplaats. Ik neem aan dat je dan eigenlijk vooral bedoelt op de rijkdom, de uitstraling, het prestige van een graf. Gaat dat dan daarover? Ja, daar moeten we heel hard mee oppassen, want vroeger dacht men altijd, of men schreef de graven met heel veel rijke voorwerpen toe aan aristocraten. Ja. Maar daar moeten we heel hard mee oppassen, dus we zijn totaal afgestapt van die theorie. Okay. Want we zijn er nu van overtuigd dat het om een heel simpele boerengemeenschap ging. Dus landbouwers die een zelfvoorzienende levensstijl hadden, dus zij deden werkelijk alles zelf. Ze bouwden zelf hun huizen, ze onderhielden hun vee, ze teelden zelf hun gewassen, ze oogsten die gewassen. En dan zou je zeggen, die rijke voorwerpen staan een beetje in contrast met die simpele levensstijl. Dus hoe geraakten ze daaraan en wat hadden die voor specifieke betekenis dan? En daar zijn we nu toch wel, er zijn wel een aantal theorieën over, dus dat die voorwerpen meer gericht waren op het rituele aspect. Natuurlijk, mensen worden begraven in hun kledij, met alles wat erbij hoort, ook gordelgespen en mantelspellen. Maar toch zijn er een heel aantal voorwerpen die dan meer een rituele betekenis of een symbolische betekenis krijgen. Die niet echt een dagelijks utilitair gebruik hadden of zo. Nee. Dus we vermoeden dan ook dat die boeren toch wel enige surplus moeten geleverd hebben om dan te kunnen die dingen zich te kunnen aanschaffen. Alhoewel dat er ook heel veel met gift exchange, dus het uitdelen van geschenken, truilen, om de netwerken te onderhouden. Men ging waarschijnlijk ook elders een bruid zoeken en die bracht dan ook weer voorwerpen mee van haar familie, die dan misschien ook niet direct in de buurt woonden. Dus we zien dan ook dikwijls voorwerpen die van een andere regionale stijl zijn bijvoorbeeld, of zelfs van ver afkomstig zijn, want in Broegem hebben we zo een dubbelgraf met een man en een vrouw, en de vrouwelijke bijgave die hadden de typische kenmerken van de Italiaanse objecten, die dan vaak in Italië worden gevonden, dus de zogenaamde Longobarden dan. En we zien ook Byzantijnse dingen in graven opduiken, dus we kunnen ons afvragen of er moet een enorme mobiliteit geweest zijn tussen die mensen. Niet alleen migratie van families, maar ook huwelijksverbanden en die dingen allemaal. En zien wij eigenlijk een onderscheid in wat bijvoorbeeld vrouwen en mannen meekrijgen in die graven? Ja,
Ik heb vorig jaar ook nog een masterstudie begeleid die probeerde om toch op zoek te gaan naar bijvoorbeeld mannelijke gendervoorwerpen in vrouwengraven, maar dat is dus eigenlijk toch heel moeilijk gebleken. Dus blijkbaar zit het er toch wel in dat vrouwen typische vrouwelijke gendervoorwerpen meekregen en mannen typische mannelijke gendervoorwerpen, zoals gereedschap, wapens, zware gordelgespen, ook die zwaardgarnituren rond de schouder droegen, terwijl vrouwen dan de mantelspelden, sieraden, oorbellen, werkgrief die dan aan de gordelketting hing, en dat gaat dan over scharen en messen en priemen en die dingen. Lijkt wel nogal rollenpatroonbevestigend te zijn, als ik het zo hoor. Inderdaad, ja. Ik moet nog een beetje aan vandaag denken. Ik ken weinig mensen, mannen die met wapens begraven zijn tegenwoordig. Van mannen als krijgers. Maar die interpretatie met wapens moet er ook een beetje voorzichtig mee zijn. Want, want we dachten vroeger toch, die vroeg middeleeuwse maatschappij, die meer vingers, allemaal krijgers en warlords. En een beetje, In Broegem hebben we nooit zwaarden gevonden, dus dat kunnen we moeilijk anders interpreteren als een wapen, maar wel lanspunten. Maar een lans kan je even goed gebruiken voor de jacht. En bijlen, maar dat kan je even goed gebruiken als gereedschap om bomen te vellen. En pijlpunten ook voor de jacht. Dus het is zo'n beetje, dus het zegt hoe misschien interpreteer je meer iets over de rol van in het dagelijkse huishouden eigenlijk dan dat is echt als we hadden krijgers. Ook wel, ik denk, een drietal schilden. Dat zou je dan ook wel als wapen kunnen interpreteren. Maar we weten dat die gemeenschap ook erg gericht was op de verschillende levensfasen van mensen. Dus we weten ook dat jonge mannen vanaf een bepaalde leeftijd misschien zich een schild konden permitteren. Zo'n beetje gelijk nu, als we ons plechtige communie doen, krijgen we dit en krijgen we dat. Dus misschien moeten we het ook op die manier interpreteren. En hing dat schild gewoon ergens aan de muur thuis, in plaats van dat men dat gebruikte om te gaan vechten. Ja, dat was meer een symbool voor een ritenpassage, voor een overgangsfase in het leven. Meer dat dan het echt een militaire betekenis had. De wapens zullen effectief wel voortgekomen zijn uit die voorgaande periodes, waarin dat wel problemen zijn geweest en er wel warlords en zo aanwezig waren die dan weer krijgers in hun gevolg hadden. Dus dat zal daar wel mee te maken hebben. Maar ik denk dat dat dan wel uitgebloeid is en vooral symbolisch betekenis heeft gekregen. Het geloof in de voorouders was duidelijk heel groot. Dus iemand die stierf, die transformeerde tot voorouder. En het was dus van groot belang om die mensen dingen mee te geven waarmee ze de levende gemeenschap konden beschermen. Dus die wapens kunnen ook in die zin geïnterpreteerd worden. Ja. Maar dus qua maatschappij, dus een vrij egalitaire boerengemeenschap die niet echt, laten we zeggen, last had van een aristocratie of van bijvoorbeeld de Merovingische koningen in het hangt natuurlijk af van regio tot regio, maar bij ons, de regio van Broegem, de Pagus Renensis, als je dat op de kaart bekijkt, we liggen echt helemaal in de uithoek van Noordwest-Francia. En de Merovingische dynastieën zaten veel meer naar het zuiden, dus ver weg van onze regio. En ook kerkelijk, we zien dat Broegem behoorde tot het het bisdom Kamerijk, maar ja, Kamerijk is ook heel ver verwijderd van Broegem. En bisdom meer naar het oosten is aan Tongeren, maar dat is ook al een heel eind. Dus Broegem en de Pagus Renensis, die lag echt ver verwijderd van die koninklijke macht, van die kerkelijke macht. Er was ook geen centraliserend bestuur, dus eigenlijk die boeren waren vrij om te doen en laten wat dat ze wilden. En dat is lange tijd ook zo gebleven. En zie je dat ook in de huizenbouw? Wel, in die valleien van Schelde en Dender was het misschien wel iets anders. De verschillen zijn redelijk genuanceerd, hè, denk ik. Maar daar zitten we toch wel dichter bij Doornik. Ja, waar effectief de hoofdplaats was van de eerste Merovingische koning. Ja, denk ik, maar niettemin hebben we uit jongere bronnen ook wel aanwijzingen dat die samenleving daar wat meer gedifferentieerd was op het lokale niveau. En dat er mensen waren met meer grond dan anderen. Er zijn bijvoorbeeld in de regio van Gent heel veel koninklijke domeinen gekend, die dan in de 7e eeuw aan Amandus geschonken worden. Hè, dus een missionaris, waar we straks nog op terugkomen, denk ik.
Maar je vermeldt dan de 7e eeuw, maar dat is ook het moment waar in Bruchem ook wat meer elitaire graven beginnen op te komen. Dan. Dus dan verandert er toch wel iets in de maatschappij. Er verandert wel iets. Ja. En het is ook zoals Ewout zegt, er zullen inderdaad boeren geweest zijn die een beetje meer hadden of die een grotere mond hadden en zich een beetje lieten gelden tegenover heel de gemeenschap. Dus dat kan best. In die 7e eeuw zien we inderdaad wel meer opkomst van die grote, heel diepe graven. Dus soms 2 meter diep uitgegraven voor zo'n grote kamergraven. Dus toch heel veel moeite om aan te leggen ook. Dus het was voor hen toch wel belangrijk van, kijk, deze familie is hier en heeft wel iets te zeggen. Dus, ook als een claim op het land eigenlijk, min of meer. Ja, waarschijnlijk wel. Het grondbezit dat toch belangrijk wordt. Er is ook een studie van geweest waaruit blijkt dat in sommige regio's in de Kempen dat die vrije boeren toch nog heel lang hebben kunnen doorleven, zelfs onder de latere hertog van Brabant en zo, dat die toch die boeren tamelijk vrij heeft moeten laten. Dus ik denk dat de Kempen op dat vlak toch wel een beetje een speciale regio is. Het ingebakken in het karakter uiteindelijk. Vrijgevrochten en perifeer, weg van de machtscentra. Ja, en je hebt ook die benaming van peasant. En wat bedoel je daarmee? Want peasant is niet meer dan een boer? Er zijn een aantal criteria nodig om te zeggen dat je peasant bent. Ze moeten common rights gehad hebben, dus gewoon gemene rechten, dat je de akkers kon gebruiken voor iedereen, de bossen kon gebruiken voor iedereen. Er moet ook een consensus geweest zijn, dus er moet wel regelmatig overleg geweest zijn. Dus vandaar dat er wel boeren zullen geweest zijn die iets meer te zeggen hadden dan een ander, of die dat allemaal zo'n beetje regelde. Dus we denken dan toch ook wel dat er regelmatig bijeenkomsten moeten geweest zijn van boeren of van verschillende van die boerderijen op 1 centrale plaats. En dan nog een ander typisch kenmerk voor de peasant is dat hij heel trouw bleef aan oude gewoonten, aan tradities. En dat zien we ook heel hard in de Kempen. Maar weten we wat dat ze juist teelden, hoe dat daar was georganiseerd, welk vee dat ze hielden? Weet u daar iets archeologisch over te vertellen? Ja, redelijk veel zelfs, gelukkig. Dankzij onderzoek op dierlijk botmateriaal en op pollen en zaden en vruchten en zo, krijgen we wel een redelijk goed beeld van die landbouweconomie. En het lijkt om een gemengde landbouw te gaan, waarbij men vrij veel aan risicospreiding deed. Daarmee bedoel ik dat men verschillende graansoorten tegelijk zal inzaaien, dat men ook vee zal telen. Dus een typisch gemengd bedrijf. Ja, inderdaad. Afwijkend van nu, waar dat er veel meer specialisatie is, was het vroeger eigenlijk iets algemener. Ja, altijd gemengd akkerbouw en omwille van die zelfvoorziening waarschijnlijk. Omdat ze niet te veel gaan ruilen, maar echt zelfvoorzienend zijn. Ja, dat lijkt er toch wel uit te komen. Duidelijk ook moestuinen, waarin men bepaalde groenten hield, zoals erwten en linzen en zo. Fruit en noten, dat men verzamelde of misschien wel een boom had van staan. Vlas komt ook regelmatig terug. Dat zal dan vooral voor textiel zo geweest zijn. En verschillende kruiden. En dan qua vee ook opnieuw heel divers eigenlijk. Rund, schaap en varken. Schaap of geit, dat onderscheid kunnen we niet maken. Gevogelte, paard soms zelf. Er zijn er fragmenten paardenbot met echt duidelijke haksporen op. Het is een hele opleisting, hè. En zelfs vis ook, hè. Riviervis, maar soms ook zelfs zeevis. Dus dat men toch ook meer in het binnenland contact had om dus die dat suggereert ook op handel, want men produceert landbouwgoederen. Was dat eigenlijk vooral om zelf op te eten, of was dat ook om handel te drijven, bijvoorbeeld? En verklaart dat misschien die aanwezigheid van zeevis? Ik weet niet of ik het echt handel zou noemen, dan meer uitwisseling. Ik geef jou iets en jij geeft mij iets. Meer zo'n systeem, denk ik. Ruilhandel, inderdaad. Het belangrijkste doel was dat het gezin voldoende eten had om het jaar door te komen en om opnieuw zaaigoed te hebben voor het volgende jaar. En dan produceerde men inderdaad extra om aan zo'n ruilhandel te kunnen doen, om bepaalde voorwerpen en werktuigen te verkrijgen die men lokaal niet maakte. Kunnen we aan de hand van wat we archeologisch weten een receptenboek maken voor... Voel je groepen, Erwin? Ja, ik weet niet. De voetarcheoloog zoekt waarschijnlijk altijd naar een nieuw recept. Het is misschien dan interessant dat we in het grafveld van Bruchem, in de crematiegraven, zien we heel vaak dat ze een varkensbout hebben meegekregen. Ja. Dus misschien voor het hiernamaals... Voor het hiernamaals waarschijnlijk, Dat is wel interessant. We weten dat varken toch wel belangrijker werd gezien dan andere grote
dieren. Mm-hmm. Dat is een vijfde eeuwse wetboek, ik wil er mij van afmaken, het Lex Salica. Ja. En daar, de eerste wet gaat eigenlijk over varkens. Daarna loopt men alle andere dieren af en mijn varkens staan in, echt centraal. En ook in latere bronnen zien we dat men heel veel varkens teelt in de bossen. En die lopen ook gewoon vrij in de bossen. Die lopen ook vrij in de bossen, men liet die vrij voor grote delen van het jaar. En hoe weet je dat? Heeft dat te maken met die huizenbouw, het feit dat er geen stallingen zijn of weinig stallingen? Inderdaad, weinig stallen. Daarin is die 8e eeuw eigenlijk een belangrijk omslag. Vanaf die 8e eeuw, dan verschijnt er een nieuw soort van nederzetting, waarop men aan de hand van grachten echt weides gaat aanleggen om toch wel relatief grote kuddes vee eigenlijk... Om toch dat surplus te kunnen halen eigenlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En om die dieren dichter bij zich te houden. En dat men eigenlijk niet meer wou dat die dieren oogst gingen opeten of vertrappelen. Dat men daarom de dieren dichter bij zich hield. Dat is misschien al die Karolingische periode. Inderdaad, en dan, dat heeft dat te maken met de opkomst van de Karolingische adel waarschijnlijk. De invloed daarvan, die op groot grondbezit... Groot grondbezit, ja, inderdaad... Dus dat komt dan eigenlijk echt op dat er meer belang wordt gehecht aan, aan grondeigendom, aan bezit in het algemeen? Vanaf de 7e eeuw, denk ik, in de regio Schelde-Dender zien we dat wel. Opnieuw uit historische bronnen zien we dat er mensen zijn met meer en minder grond. Op dat moment worden er ook abdijen gesticht. Die beginnen heel veel grondbezit te verzamelen, onder andere via aankopen en schenkingen van gewone boeren of eigenlijk niet meer zo gewone boeren, want er zijn er sommigen die 2-3 boerderijen eigenlijk volledig kunnen verkopen of afstaan aan de abdij. Dus als, ja, op dat moment spreken we dan toch niet meer van echt egalitaire boeren, denk ik. Dat is echt wel een opvallende omslag dan. Hè, dat er, en wat verklaart dat dan ook? Want ja, dat zal wel niet zo spannend zijn. Dat is een vraag van 1 miljoen. Ja, maar dat is toch intrigerend, die verandering. Wat verklaart dat? We zien dat ook in de Kempen eigenlijk, want we weten dat Sint-Baafsabdij in Gent ook wel heel wat bezittingen had in de Kempen. En dan, zijn dat dan de machtscentra die uitbreiden, die meer grond willen verwerven en die daardoor die vrije, egalitaire boerensamenlevingen onder druk zetten? Ik denk dat ook wel wat te maken heeft met christianisatie, dat die een beetje top-down is gebeurd. Dat die rijkere boeren grond afstonden vanuit het idee van, als ik grond geef, dan zal ik misschien van hogerhand bevoordeeld worden. Dat de mensen ook probeerden om dat christendom een beetje onder de mensen te brengen. Ik weet het niet. De kerk was de staat en de staat was de kerk. Dus ik denk ook wel dat die stichting van die abdijen bijvoorbeeld, dat we dat niet zomaar mogen zien als puur religieus geleven, maar inderdaad een soort van, denk ik zelfs, doelbewuste tactiek om de regio hier onder controle te brengen, bij wijze van spreken, of er toch alleszins meer opbrengst uit te halen. Nu, als ik terugdenk aan wat er in het grafveld gevonden wordt, vanaf de, ik denk, midden 7e eeuw, dat er ook meer daar in, in het grafveld in Broechem toch ook rijkere graven plots gevonden worden, dat wijst er dan toch ook op. De graven op zich zijn niet rijker, want hebben vaak minder objecten. Ze zijn monumentaler. En dus verbind je ze aan de aanwezigheid van misschien zelfs een soort aristocratie dan? Een aristocratie niet bepaald, maar misschien wel van of boeren rijkere die boeren. Een beetje meer te zeggen hadden dan de anderen. Het is ook de periode dat er meer nederzettingen komen. En we zien dan ook dat in die nieuwe nederzettingen vaak erfgebonden grafveldjes ontstaan. Dus rond stichtersgraven, die dan wel een beetje rijker zijn. En dan spreken we niet over christelijke graven, absoluut niet. Want we vinden heel weinig christelijke dingen terug in dat gebied. Maar zien bijvoorbeeld dan, in het grafveld van Broechem, zijn daar aanwijzingen voor? Helemaal niks. En die latere grafveldjes dan, daar ontstaat bovenop die stichtersgraven, dan meestal man en vrouw, ontstaan soms ook wel gebouwtjes. We zien dan wel dat die gebouwtjes soms evolueren tot de eerste kerkjes, houten zaalkerkjes en zo. Voorbeeld zien we in Grobbendonk-Ouwen. Het is dan een christelijk kerkje geworden, houten zaalkerkje, dan een Romaanse kerk, dan een gotische kerk. En de parochiekerk is dan verplaatst en nu is er nog altijd een klein kapelletje. Dus dat leeft door tot op vandaag eigenlijk? Ja, eerder dan de 8e eeuw hebben we in onze regio in elk geval geen kerken. En de parochiekerken, dat is in de Kempen pas 12e eeuw. Bij de aflevering van Oudenburg ook gaat over
ja, eventuele Germaanse inwijkingen, mensen die van heinde en verre kwamen ook, vanuit een militaire achtergrond. Ja, een samenleving die heel divers is. Die heel divers was. Van mensen in de aflevering over tongeren eigenlijk, dat er ook in, ook in een hele mengelmoes van mensen eigenlijk. Zien we in het grafveld van Bruchem ook? Ja, we moeten dat inderdaad zien als een heel multiculturele maatschappij eigenlijk. Want ja, die Germaanse foederati, die waren hier al. Die huurlingen van het Romeinse leger. Die waren hier al. En als dat Romeinse leger dan volledig wegvalt, ja, die mensen, die vermengden zich met de plaatselijke inheemse bevolking. En die foederati laten dan dikwijls familie ook nog overkomen uit hun oorsprongsgebied. We weten dat niet, maar we zien in Bruchem toch wel zo'n aantal dingen dat je van denkt van, tja, dat komt nu toch wel van het Overrijnse gebied, dus het gebied over de Rijn, Germanië. Onder andere het ritueel van de crematie. Okay. Dat was bij ons in die periode geen gewoonte meer. In de ijzertijd wel, maar in de late Romeinse periode ging dus het over dus er werd altijd begraven in principe, Christen werden begraven. Ja. En dan plots zien we in dat oudste stuk van het grafveld, zien we daar een concentratie van crematies rond een urngraf met crematie in. En die urn die men gebruikte om de crematie in te deponeren, is duidelijk van Germaanse herkomst. Dus dat is van een klei die hier niet aanwezig is. Ook de vorm is typisch voor die Noordwest-Duitse regio. Dus we denken dus dat in die eerste cluster crematies in dat oude stuk, dat we daar te maken hebben met een familie die vanuit het noorden komt en die waarschijnlijk een van hun voorouders al van Ginter heeft meegenomen in de urn. En die in hun begrafenispraktijk een bepaalde identiteit of ja, afkomst, ja, die bleven eenheid. Trouw aan hun eigen gewoonte en ik moet zeggen dat die gewoonte wel snel is overgenomen door de rest van de gemeenschap daar, want we zien vanaf dan gewoon die crematie loopt door tot ook het midden van de 5e eeuw. En dan kun je ook de vraag stellen waarom kiest men nu voor crematie? Of voor lijkbegraving, het is eigenlijk eenzelfde ding. En we kunnen ons voorstellen dat crematie toch wel een aantal voordelen had. Je kan de crematieresten ook elders deponeren, bijvoorbeeld in huis. Dat gebeurt nu ook in een uren op de schouw. Of je kan de crematieresten verdelen tussen de kinderen, bijvoorbeeld. Zo'n brandstapel moet een enorm ritueel geweest zijn ook. Zijn dat dan gewoontes die andere mensen, andere bevolkingsgroepen gaan overnemen op die manier? Ja, waarschijnlijk wel. Dus dat is een soort acculturatie eigenlijk? Ja, het is zeker een acculturatie. Okay, ja. En we zien dat in die periode een acculturatie van alles. Dus je ziet eigenlijk echt op een duur een soort van mengcultuur ontstaan? Ja, een mengcultuur. Dat dan toch een soort van nieuwe... Ja. Een nieuwe uiting. Ja. En ik noem dat dan eigenlijk de Franconisatie. Het is dus een manier om die gemeenschap een eigen identiteit, een eigen gevoel, een samenhorigheidsgevoel te geven. En zien we dat ook in de manier waarop huizen worden gebouwd, bijvoorbeeld? Ja. Nu zien we nog altijd een huis dat hier wordt gebouwd. Vaak herkennen we dat toch wel als typisch voor een regio. Men gaat eigenlijk zo'n bouwtraditie, hoe we dat dan, in de gemeenschap delen, van generatie op generatie doorgeven. En zo ook eigenlijk een soort van groepsidentiteit. Ja, groepsidentiteit die men op bepaalde ogenblikken ook wel herkend zal hebben. Als bijvoorbeeld als je bent weg geweest, iets gaan verhandelen en dan kom je terug in je eigen regio van... Ik ben terug thuis. Ja, dat is misschien een beetje te veel op flessen getrokken. De vermette scene en de lintbebouwing inderdaad. En in de kustregio, opnieuw, die regio Brugge-Oudenburg is eigenlijk het beste gekend. Is heel interessant. Ik sprak al over dat dat gaat over grotere huizen met die standgreppelfundering. En ik denk dat die traditie op het einde van de 5e eeuw, vroege 6e eeuw, is binnengebracht via migratie. Er is recent onderzoek, een opgraving in Roxham, die 5e eeuwse huisplattegronden heeft opgeleverd. En dat zijn identiek dezelfde als die we op dat moment in Engeland vinden. En een huis bouwen, dat doe je niet zomaar. Dat moet je geleerd hebben. Je kan niet zomaar een huis zien en dan zeggen van, ik ga dat nu eens nabouwen.
Ik heb goed nieuws voor jou, want in de volgende aflevering hebben we Pieter-Jan Dekkers uitgenodigd. Die zal komen spreken over die Noordzeecultuur onder andere. Maar ook over andere lange afstandsnetwerken. In de volgende aflevering zal ook Frans Theeuws aanwezig zijn. Die onderzoek die gaat ook vooral ook over die grote lange afstandshandel in exotische voorwerpen. In Broekhoek zijn er ook heel wat gevonden van die exotische voorwerpen. Kun je daar misschien eens kort iets over zeggen? Een korte opleisting? Er zijn ook wel leuke dingen bij. Niet zo exotisch, maar toch wel gereedschap dat gebruikt werd bij de textielproductie. En die zijn echt typisch voor het Angelsaksische gebied. En twee typische Angelsaksische mantelspelden, de buttonbroodjes. En er was ook nog een ammonietje bij, dus een fossiel. Dan na onderzoek bleek dat ofwel afkomstig te zijn uit de kalkrotsen van Cap Blanney en Cap Greenay, ofwel aan de overkant van Folkestone. Het zijn allemaal dingen die niet bij de deur te vinden zijn. Dus we vermoeden dat dat graf wel een afkomstig was van een vrouw die uit Engeland tot in Broekhoek is gekomen. Eén Byzantijnse soli dus hebben we. Een aantal Frankische munten en Ostrogotische munten. En dan heb je nog al de sieraden die ingelegd zijn met granaatsteen. Niet alleen uit India, maar ook uit Sri Lanka. We hebben kralen die uit Syrië afkomstig waren. Dus eigenlijk van overheel de toen gekende wereld, denk ik. Van voorwerpen die eigenlijk uit heel Europa en zelfs van buiten Europa afkomstig zijn. Ja. Trouwens, we hebben voor deze aflevering ook op bezoek geweest bij Leentje Linders in ons depot. En die heeft een van die voorwerpen uitgehaald. Je kent Leentje uiteraard heel goed. Ja, uiteraard. Leentje heeft zeer betrokken bij het, de opgraving. Ja, want Nathalie Kleren was toen onze conservator en Leentje was een van haar studenten die dan bij ons in Tepo in Zelk nog stage is komen doen en onder andere dus dat was een van haar eerste een aantal opdrachten. Vondsten van Broekhoek heeft behandeld, ook voor haar masterthesis. Dus, Oké, super. Zullen we daar eerst eens aan luisteren? Ja. Hallo, ik ben Leentje Linders, archeologisch conservator in het depot van het agentschap Onroerend Erfgoed. Vandaag kijken we naar een echt Vlaams topstuk, namelijk naar bergkristal en granaatstenen uit het Merovingisgrafveld van Broekhoek. Ik ben altijd blij om objecten van Broekhoek te kunnen zien. Het is een collectie waar ik al lang mee bezig ben, al van in mijn studententijd, dus die toch mij ook nauw aan het hart ligt. Ik noem het een Vlaams topstuk. Waarom? Omdat het ook officieel zo is vastgesteld sinds 2012. En de reden hiervoor is dat het eigenlijk een unieke gesloten vondstcontext is. Het geeft ook het bewijs weer van verre handelsrelaties. Ik ben ook wel heel fier dat we dit in huis mogen beheren. Ik denk dat het wel onze meest populaire objecten van het depot zijn. En dat zien we ook terug aan het aantal keren dat die objecten worden opgevraagd. Het is ook wel fijn om zo'n stukken zoveel mogelijk te kunnen delen, zowel om het te laten zien als voor verder onderzoek. Oké, we zullen de objecten er eens gaan bijnemen. We gaan eigenlijk naar verschillende soorten objecten kijken. Twee objecten uit bergkristal. Die zitten eigenlijk verpakt met een folie, zodat ze beschermd zijn tegen krassen of tegen beschadiging. Het eerste is een rond kraaltje van ongeveer 1,5 centimeter doorsnede. Het andere heeft de vorm van een spinsteentje. Beide objecten verschillen een beetje in kleur. Het kraaltje is iets donkerder, terwijl het spinsteentje meer lichter van kleur is. Bergkristal is geen gangbaar materiaal om spinsteentjes te vervaardigen. Daarom gaan we ervan uit dat het eerder een amulet is. De andere vondsten, dat zijn mantelspelden of fibulae, gemaakt uit zilver, die ingelegd zijn met granaatsteentjes. Ze zijn bloemvormig en de bloemblaadjes zelf zijn dan die granaatsteentjes. Die zijn gepolijst, die hebben een dieprode kleur met een zweem van violet. Die verschillende granaatstenen die zijn ook geanalyseerd door middel van particle-induced X-ray emission. En dat kan iets vertellen over de herkomst van die granaatstenen. En in dit geval zijn die voornamelijk afkomstig uit India. En die zijn dus eigenlijk het bewijs van verre handelsrelaties.
één object is eigenlijk vrij intact gebleven, terwijl het andere beschadigd is. Maar dat geeft eigenlijk ons een interessante kijk op de materiaaltechnische aspecten van het object. We zien het zilver waarin dat de compartimenteringen zijn gemaakt, maar ook een soort van cementlaag dat werd gebruikt om eigenlijk die granaatstenen in vast te zetten. Onder die granaatstenen werd een goudfolie aangebracht met een wafelstructuur om nog meer weerkaatsingen, licht te vangen en die stenen echt tot leven te brengen. Wat heel fijn is aan deze periode, is dat eigenlijk de objecten die we hier ook voor ons hebben, dat die zeer verfijnd zijn. Hè? Dat is echt vakmanschap. Ze zijn eigenlijk tijdloos. Je zou ze vandaag de dag gewoon kunnen dragen als broche. En dat staat toch wel in contrast met het algemene beeld dat we hebben over de Dark Ages. Ook heel fijn aan de opgraving in Bruchem is dat er eigenlijk een heel groot deel van de objecten in blok is gelift. En dat betekent dat men eigenlijk de omringende aarde die naar het labo gaat transporteren en gaan we daar x-rays van nemen. En dat is eigenlijk net hetzelfde als je bijvoorbeeld je arm een röntgenopname laat nemen als die gebroken is. Eigenlijk doen we net hetzelfde met die blokliftingen en dan pas kan je eigenlijk zien wat het erin zit. En bij de opgraving van Bruchem waren dat constant leuke verrassingen. En dat maakt dat je eigenlijk heel veel informatie, details, de ligging, fragiele objecten, allemaal heel goed kunt conserveren, registreren. En dat maakt natuurlijk mijn job superboeiend en plezant. Leentje heeft zich duidelijk goed geamuseerd en veel bijgeleerd met die collectie uit Bruchem. Ze vermelden onder andere over lange afstandshandel en dergelijke. Ja, daar gaan we het volgende aflevering heel uitgebreid over hebben. Maar Leentje vertelde ook iets over een spinschijfje en daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad, over ambachten. Ja, zoals ik al zei, hadden die mensen een zelfvoorzienend bestaan en moesten zij ook instaan voor hun eigen kledij en dan had je natuurlijk wel kennis van textiel nodig. En dat was een van de taken van de vrouwen in de gemeenschap. Dus we zien ook in Bruchem veel vrouwengraven waar spinstenen gevonden zijn. Dus spinstenen dan niet van bergkristal zoals deze die Leentje heeft besproken, maar spinstenen in aardewerk. En die spinstenen hingen dan mee aan die gordelketting waar al het andere gereedschap aan hing. Dus we weten dat dat een van de dagelijkse bezigheden was van de vrouw. In het ruimer landschap hebben we nog andere aanwijzingen voor bepaalde ambachten die men lokaal zelf deed. Metaalbewerking dan bijvoorbeeld. Ja, op een kleine huiselijke schaal. Kleine schaal, ja. Hetzelfde voor houtskoolmeilers. Dat zijn dan kuilen waar men houtskool in maakte. Dat zijn lokale zaken die men op niveau van het huishouden of de lokale gemeenschap. En waarvoor gebruikt die houtskool? Bijvoorbeeld om heel hoge temperaturen te bereiken, om metaalbewerking, om aardewerk te bakken. Mm-hmm. Of misschien zelfs gewoon als verwarming in het huis kan of ook. Een barbecue. Of een barbecue, zeker. En waar kwam men aan ijzererts? Want dat is toch iets wat hier niet zo heel courant gevonden wordt, of vergis ik me daarin? Ja, wij hebben in de Vallei van de Neten enorm grote limonietbanken, ijzeroer. En we weten onder andere dat de Romeinse ficus van Grobbenong, dat daar ook al de handel van ijzererts die in de omgeving ontgonnen werd en die dan getransporteerd werd over de Neten. En ik ben er eigenlijk zeker van dat die ontginning van ijzeroer werd verder gezet in de vroege middeleeuwen. Want specifiek hebben, voor metaalproductie? Ja. Zo is er onder andere de site van Nijlen-Mussepad, waar ook twee kleine smeltkroesjes zijn gevonden voor bronsproductie. In de waterputten zijn ook enorme hoeveelheden ijzerslak gevonden. En men vermoedt dat die hoeveelheid zodanig groot was dat die toch ook verhandeld kon worden. Ja. Ik denk ook dat, dat smeden een heel belangrijke functie hebben gehad en zelfs een beetje een rituele connotatie. We hebben eens een gesprek gehad met iemand uit Scandinavië die zich daarmee bezighield en volgens hem had de smid ook een belangrijke rol in de crematieritus. Dus omdat hij als meester van het vuur heel goed wist hoe hoog de temperaturen moesten zijn om een lichaam te kunnen verbranden. En we zien ook dat die crematies van Bruchem heel goed waren. Dus de hoogte van de temperatuur, die moet ideaal geweest zijn. Dus al het bot was mooi wit verbrand. Er waren geen delen die half verbrand waren of zo. Dus er moet ook wel iemand geweest zijn die wist wat hij deed. In Scandinavië zijn er wel smeedovens gevonden waar ook crematieresten in gevonden zijn. Dus men vermoedt dat die smeden niet alleen
van een ruwe klomp ijzer een mooi object konden maken, maar ook een overleden persoon kon transformeren tot voorouders. Dus dat daar de link moet gelegd worden. Dus dat zijn inderdaad theorieën die niet kunnen bewezen worden, zolang we hier ook geen ovens vinden met crematies in, maar die toch wel interessant zijn. Ja, dat hebben we natuurlijk wel gehoord dat het christendom, dat komt eigenlijk pas in onze streek in de 8e eeuw, ondanks vroegere pogingen waarschijnlijk van missionarissen. We hebben al Amandus vermeld, die denk ik al in de 7e eeuw via de Schelde probeerde te campen, te christianiseren en daar allerlei problemen mee ondervond. Dus dat christendom, dat raakte niet echt aan de grond eigenlijk in de Kempen. Weten we iets van andere rituelen, de geloofswereld van die mensen? Ja, we weten zeker dat de natuur een belangrijke rol heeft gespeeld, omdat die mensen ook vanwege hun landbouwbestaan enorm afhankelijk waren van de natuurkrachten. Dus we vermoeden dus dat er heel veel soort natuurheiligdommen moeten bestaan hebben. Of heilige bomen, heilige bronnen, heilige bomen. En er is zelfs een heel specifieke geschreven bron van beschikbaar. Ja. De Indukulum... De Indigulus Superstitionum et Paganorum. Ja, dat is een heel leuk ding, want er staan allemaal zogezegd heidense praktijken, maar ik noem het dan liever... Dat is ook al uit de 8e eeuw, dus dat betekent eigenlijk nog altijd dat die wel een probleem zijn voor de kerk. Ik noem het eerder pre-christelijke praktijken en het is een opleisting van zo'n 30-tal zaken die verboden werden door de kerk. Maar als je die leest, dan herken je dingen die wij nu nog altijd doen in bepaalde folklore of folkloristische rituelen, zal ik zeggen. Onder andere het dragen van beelden tijdens een optocht. Dus dan denk ik aan onze processies die dikwijls nog op de buiten plaatsvinden. Of het hangen van ex-foto's aan bomen en in gebouwen. En dan denk ik aan de wassen ex-foto's die wij dikwijls nog terugvinden in kapellen. En aan de lapjesbomen die we nog her en der in Vlaanderen terugvinden. Ja. En zo zijn er een 30-tal dingen die opgeleist worden. Die eigenlijk verboden waren, maar die gewoon doorleven. Die vandaag nog doorleven. Verboden, hè, maar die men uiteindelijk zelfs verchristelijkt heeft om dat christendom toch een beetje te laten aanvaarden door die plaatselijke bevolking die koppig bleef volhouden aan die pre-christelijke rituelen. En dan denk ik opnieuw aan die koppige boeren in de Kempen, die nog altijd even koppig zijn op sommige vlakken en die nog altijd... Ik wou je zeggen, tot op de dag van vandaag vind je bijvoorbeeld nog een lapjesboom, de kwartjesboom in Valmeer, dus die waar mensen eigenlijk voorwerpen in hangen, die koortsweren, die verbonden zijn aan een bepaald lichaamsdeel waar men pijn heeft en die dan... Maar dus dat betekent eigenlijk dat echt terug gaat op tradities, vroegmiddeleeuwse tradities en rituelen. Een koppigheid. Lieve vrouwkapelletjes in lindebomen. Crematie was ook verboden volgens die tekst, maar we cremeren nu ook. We cremeren ook nog mensen. Die crematie heeft ook nog lang stand gehouden, zelfs in de christelijke periode, want in de Dom van Frankfurt zijn er twee kinderen begraven, waarschijnlijk verwant aan elkaar. De ene is gewoon een lijkbegraving en het andere kind is verbrand. Is een crematiedepositie in de Dom van Frankfurt, dus het werd daar ook nog altijd gedaan. En het nederzettingsleven, zien we daar bepaalde rituelen opduiken of... Niet zoveel eigenlijk, maar we kennen wel een aantal voorbeelden. Dus dat men in waterputten een bepaalde selectie van voorwerpen gaat plaatsen, die daar echt duidelijk in geplaatst zijn. En het meest praktische voorbeeld is een waterput uit Ruislede, uit de 8e eeuw. Daar was een deel van het ploeggereedschap in geplaatst, samen met wat dierlijk bot en aardewerk. In Sint-Nijs-Westrum gaat het dan om een verzameling van verschillende soorten stenen, samen met een ronde houten schijf, wat aardewerkscherven, een kaak van een varken en nog wat ander dierlijk bot, een paar leren schoenen en dan een scherfje Romeinse terra sigillata. Dus die waterputten lijkt toch wel een belangrijk gegeven te zijn. En iets anders, riviervondsten die men in de 19e eeuw heeft gedaan,
Bij het rechttrekken van Schelde en Dender zijn er op bepaalde plaatsen toch wel mooie collecties van vroegmiddeleeuwse wapens of gereedschap aan het licht gekomen, die men in het water zal gegooid hebben, denk ik dan. Als rituele depositie? Of, waarschijnlijk ja. wel, maar dat is een fenomeen dat, dat toch moeilijk goed te begrijpen is, net omdat die vondstcontext eigenlijk ontbreekt. Het gaat over vondsten die met de baggerschepen zijn opgespoten. Een complex gegeven om dat zomaar te onderzoeken. Ja, in Bruchem is er ook sprake van grafheropening. Waarschijnlijk ook een rituele betekenis. Ja, uiteraard. Er zijn wel verschillende interpretaties over, maar het is inderdaad zo dat er veel graven heropend zijn, soms wel 100 jaar nadien. Soms blijken er voorwerpen weggehaald. En dat hebben we in Bruchem ook kunnen vaststellen, omdat er nog een roestvlek overbleef op de bodem van het graf, terwijl het object eigenlijk verdwenen was. Ook de rommelige toestand van voorwerpen die nog her en der los verspreid waren in die vulling van die kuilen. Maar waar de skeletten nog bewaard zijn gebleven, ziet men dat men ook bot heeft weggenomen. Dus stukken arm of been. Of, van voorwerpen zou je nog kunnen zeggen, dat is misschien een soort grafroof. Maar een stukje van een skelet, dat haal je niet weg om te roven. Dat heeft een andere betekenis. Een bijzondere betekenis. En dan is er natuurlijk ook een link tussen de reliekencultus, omdat men daar ook bepaalde stukken bot van heiligen vereert en in kapellen deponeert. Ook alweer voor vorm van verkiezeling achteraf. Ja, natuurlijk, het botmateriaal van die zogenaamde heiligen moet ook ergens uit een graf afkomstig zijn. Dus men heeft daar ook graven voor heropend. Dus dat is waarschijnlijk ook gewoon een verchristelijking van een pre-christelijke traditie. Ja. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium heeft een reeks van zo vroege heiligen, 17e dateert. En een deel daarvan blijkt dan inderdaad 6e, 7e eeuws te zijn. En inderdaad ook menselijk bot. Inderdaad. Dus de vraag blijft dan, denk ik nog altijd, waarin zijn dat de botten van de echte heiligen? Ja, natuurlijk. Of heeft men dat ergens Als je alle botten van bepaalde heiligen samenstelt, krijg je waarschijnlijk heel grote mensen. Heel rare. En onze bekendste ritueel nu, de koffietafel, kunnen we ook hij leidt tot een vroegmiddeleeuwse praktijk? Ja, wie weet, want we weten dat het ook een gewoonte was om funeraire maaltijden te houden, boven te graven, want ook daar zijn kerkelijke geschriften over dat die moesten verboden worden. Dat is inderdaad ook een traditie die wij nog altijd voortzetten, denk ik, door de koffietafels, de koffiekoeken. In bepaalde landen, ik was ooit bijvoorbeeld in Polen, en daar is eigenlijk de gewoonte van te picknicken bij het, het graf van de ouders of de voorouders. Dus misschien is dat ook nog wel iets dat het op die manier doorleeft. Ja, het zou kunnen. Oké, super. Met die noot over de koffietafel hebben we denk ik toch wel heel wat Merovingische zier in ons, blijkbaar meer dan dat we wisten uiteindelijk. Maar ik denk dat we daarmee kunnen besluiten dat we er weer heel veel hebben bijgeleerd, Hilde. Zeker, zeker weten. Nu zit deze aflevering er alweer op. Bedankt aan Rika Anhaert en Ewout de Schepper om langs te komen aan onze Archeotoog. Bedankt ook aan de mensen van de Heemkundige Kring de Zemse voor hun gastvrijheid. En aan Marleen, Ludwine en Chris voor hun harde werk achter de schermen. De volgende keer gaan we dieper in op de lange afstandshandel met verre exotische gebieden aan de hand van enkele heel bijzondere vondsten. En dat zal dan meteen ook de laatste aflevering zijn van die tweede seizoen van de Archeotoog over de Dark Ages. Wil je nog wat meer weten, dan kan je altijd eens een kijkje gaan nemen op de show notes. En daarvoor heb je één adres, met name www.onroerenderfgoed.be/de-archeotoog. Want daar vind je dan foto's, achtergrondinformatie en links om ons te beluisteren. En niet vergeten om ons te volgen op je favoriete luisterplatform, want zo komen de nieuwe afleveringen van de Archeotoog automatisch in je feed terecht. Daar is dus nog één ding. Er is wel geen vroegmiddeleeuws bier in onze roemers, laten we zeggen. Maar toch om te klinken op dit mooie gesprek. Bedankt, Ewout en Rika. Dat is graag gedaan. Ja, schoon. Schoon.